Dank u wel, voorzitter. Ik heb een stemverklaring onder dit punt bij de moties 383 en 385. Voorzitter, de nieuwe coalitiepartijen zijn groot voorstander van langjarige contracten voor agrarisch natuurbeheer. En fijn dat mevrouw Bromet dit deel van het hoofdlijnenakkoord steunt, waarin jaarlijks 500 miljoen euro wordt vrijgemaakt voor agrarisch natuurbeheer. De specifieke uitwerking van dat deel van het akkoord moet echter worden overgelaten aan een nieuwe regering. Dat is de reden waarom wij motie 383 niet steunen, want we gaan hier al mee aan de slag. Deze motie is voor de bühne niets meer en niets minder. Voorzitter, op 385. De indieners van motie 385 pleiten ervoor om pasmelders eerst te legaliseren voordat wordt overgegaan tot 130 km per uur op de snelweg. BBB vindt het legaliseren van pasmelders en garnalenvis topprioriteit en we zullen er alles aan doen om dit te laten gebeuren. Nu voor deze motie stemmen loopt echter vooruit op de uitwerking van het hoofdlijnenakkoord waarin beide worden genoemd en legaliseren van de pasmelders en 130 km per uur mogelijk maken. Nu stemmen voor het een of het ander loopt de nieuwe ministers in de uitwerking voor de voeten. De partijen die deze moties indienen hebben als coalitiepartijen tijd genoeg gehad om de pasmelders te helpen. En nu even snel via motie dit willen regelen, is puur voor de bühne. En daarin gaan wij niet mee. Dat laatste vind ik geen stemverklaring. Kamerstuk 33.576, nummer 378. Kost iets over een verplichte agro-industrieheffing als gedeeltelijke vervanging van de geschrapte middelen uit het transitiefonds. Wie is voor? SP, GroenLinks, Partij van de Arbeid, Partij voor Dieren, DENK, Volt, D66, ChristenUnie, SGP. Verworpen. 379. Kost iets over extra maatregelen om de achterstand op het gebied van biologische landbouw in Europa zo snel mogelijk in te lopen. Wie is voor? SP, GroenLinks, Partij van de Arbeid, Partij voor de Dieren, DENK, Volt, D66. Verworpen. 380. Pierik van der Plas over de uitvoering van de motie Akerboom. 36.410 Romeinse 14, nummer 9. Betrekken bij de stelselwijziging in het faunabeheer. Wie is voor? NSC, ChristenUnie, SGP, CDA, VVD, BBB, PVV, JA 21, aangenomen. 381, Pierik van der Plas over predatorenbeheer mogelijk maken voor de te beheren soorten en biotoopverbeterende maatregelen blijven stimuleren. Wie is voor? NSC, ChristenUnie, SGP, CDA, VVD, BBB, JA 21, Forum voor Democratie. Verworpen. 382. Van Kampen over met kustprovincies tot een actieplan komen om in de behoefte van zoet water te voorzien en verzilting tegen te gaan. Wie is voor? SP, GroenLinks, Partij van de Arbeid, DENK, Volt, D66, NSC, VVD, SP niet, ChristenUnie, SGP, CDA, BBB, JA 21, Forum voor Democratie, PVV. Aangenomen. 383. Bromet over garant staan voor langjarige contracten van minimaal 12 jaar om boeren die deelnemen aan de ANLB financiële zekerheid te bieden. Wie is voor? SP, GroenLinks, Partij van de Arbeid, DENK, Volt, D66, ChristenUnie, SGP, CDA, JA 21. Verworpen. 384. Hertzberger over de minimale deposities van de visserij met een maatwerkvoorschrift en uitstootplafond vergunnen. Wie is voor? NSC, ChristenUnie, SGP, CDA, BBB, JA 21, verworpen. 385, Grinwis verder over pas overgaan tot verhoging van de maximumsnelheid als alle pasmelders gelegaliseerd zijn en de garnalenvissers een WNB-vergunning hebben. Wie is voor? SP, GroenLinks, Partij van de Arbeid, Volt, D66, NSC, VVD, ChristenUnie, CDA, aangenomen. Een mededeling van de heer Vlag. Voorzitter, ik had de bladzij iets te vroeg omgeslagen. Daardoor kon het gebeuren dat wij bij 3.8